En ben je vlug en dan ineens een hele grote bus op het kermistrein. En wat heeft het daar zit in? Ik ben gek op orbiters, mensen. Ben je al een beetje bijgekomen? Vrienden, welkom weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rides. We zijn vandaag op de kermis van Brugge in België. Een prachtige stad, maar ze hebben ook elk jaar een prachtige kermis, Meivor. Ik wilde al jaren een keer bezoeken, maar dit jaar is het eindelijk een feit. Ik zou zeggen mensen, welkom in Brugge. En ze is er weer bij, Patty. De bitch is back, enige echte. Ze hebben een nieuwe bijnaam. De bitch. Ja. En Rick is er ook bij. Hoi! Dutch Coast Community. Dutch Coast Community, dat is jouw YouTube kanaal. Ja. Kijk, Matthijs Schaamte als reclame beginnen aan de video, heb je de meeste kijkers goed gedaan joh. Ja, Rick kennen we allemaal wel, die kom ik vaker tegen. Ja. Maar aangezien ik nu vanuit Noord-Brabant startte en Rick al de laatste keer zei op Roosendaal, joh, kunnen we een keer samen wat doen? Bij deze ja, Brugge. Gezellig. Ja, dat bedoel ik. Brugge wordt gezien als een B-kermis. Je hebt zeg maar in België een A-route en een B-route. Ik dacht eerlijk gezegd altijd... Vervolgens, natuurlijk de grotere kermissen kun je in de regel wat meer verdienen. Maar het heeft er vooral mee te maken dat de kermissen langer duren. Antwerpen staat 6 weken, Brussel staat 6 weken, Luik staat 6 weken. Daarom zijn dat zeg maar A-kermissen, omdat je daar langere tijd blijft staan. Maar hier in Brugge is het dus een B-kermis, want de kermis hier korter duurt. Moet ik wel zeggen, die kermis duurt hier geloof ik ook iets van 4 weken of 3 weken. Dus ja, wat dat betreft is het nog steeds een grote, lange kermis. Mensen, welkom allemaal op de Remix! Op de reis met de originele orbiter van Tivoli. Onder de naam Stappers reist hij hier over de kermis. Inderdaad, hij is vergelijkbaar met de technopower van Stappers. Maar deze heeft nog zeg maar originele vaste bakken erop zitten. En ik moet zeggen, die zitten ook wel lekker hoor. Deze machine heeft ook wel een goede rit. Doe die Maxima! Kermis staat net naast het centrum in een soort park. Eventjes niks. En nu vinden we weer wat gokkramen. En een grote e-tent King Kong. En we lopen rustig verder en dan zie ik de volgende groot vermaakzaak staan. En dat is de Airbag Jumper van Dotremont. En helaas zonder achterwand. Die hebben ze er wel bij. Een heel simpel dingetje. Net als zeilen, maar helaas niet voor gekozen om die op te bouwen. Maar volgens mij moet het wel makkelijk kunnen. Maakt de zaak toch meer af voor zo'n achterwandje, ook al is het maar een doekje. Rock'n'rollen Loop Fighter, wat Technical Park. Opvallend aan deze attractie is de ritprijs hier. Hij vraagt ze 7 euro voor een rondje in deze attractie. Andere attracties die ik tot nu toe gezien heb, voegen zich allemaal 6, inclusief ook de achtbaan. Ja, daar vind ik voor een achtbaan 7 euro meer op zijn plaats dan voor een kleine attractie als deze. Maar dat viel in Sevilla eigenlijk ook wel op dat deze attracties meer vragen dan andere soort thrill rides. Kinderafbaantje, Elliot is hier ook aanwezig. En hier zien we de take-off weer een keertje. En die heeft de verlichting aangepast sinds de laatste keer dat ik hem zag. Het ziet echt schitterend uit, met name het naambord. Erg mooi lichtprogramma wat ze erop hebben gezet. Ja, verder hebben ze natuurlijk als de laatste keer al nieuwe gondels erop gezet. Echt een zat gondels. Ja, ze houden het ding mooi bij hoor. Mooie take-off dit. Dan zien we in één keer twee banen naast elkaar staan. Hier vooraan de Supermaus en daarachter de Wildwaterbaan. Ja,
De tweede baan die er dus direct naast staat is dus de Wilde Waterbaan. Een mooie Wilde Waterbaan dit, de Big Splash. Gemaakt voor jong en oud, de glijbaan. Ja, zoals gezegd, het is dus een soort park waar we doorheen lopen. Hier is eventjes niets, één kraampje en om de hoek krijgen we een groot plein. En de eerste attractie die we op dit plein tegenkomen is de 7D Simulator. The Walking Dead, deels een funhouse en deels spookhuis. We gaan ook even doorheen lopen met de Walking Dead, samen met Rick. We hebben natuurlijk onlangs gedaan in Aals. Boe! Nou, die jongen wilde net op de foto, die was fan, nu niet meer. We blijven dan wel kijken. Nee, niet meer. Hier nog een spook. En een trap verder naar boven. En dan zie je ook een spook in de plaats. Een hele leuke scène dit. En hier ook in plaats van booby traps. Dat was de man met de ketting daar. Helaas geen liefde in. Heemaker. Hier ook een hele donkere scène. Jammer dat ze hier geen lampje hebben opgehangen. Ziet er wel magertjes uit. Ja. Twee mooie kramen naast elkaar. Hier een eendjesvisser en daarnaast een Luna Park. De GeForce Afterburner. Altijd een mooie Afterburner om te zien door deze. Met name de fronts en de voorkant vind ik mooi. Hij gaat een paar keer naar het hoogste punt. Dan laat hij weer terugkomen. En dan gaat hij weer op 120 graden. Ik heb onlangs wel een sicko gedaan in Frankrijk. Die blijft gewoon continu op 120 graden draaien. Ja, dat is vet. We hebben net The Walking Dead gedaan. Dat is het kleine spookhuis. En dit is het grote spookhuis. Terror Factory. Jij hoeft niet in een spookhuis om te schrikken. Mag op geen enkele kermis ontbreken, de bosautootjes. Letscherm op die zeil hier tegenover mij vind ik wel erg mooi. High Energy Booster, KMG boostertje. Ready? Yes, 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 go, go! De funhouse was originaal erg groot, maar nu is hij nog groter met deze waterbak ervoor. Dus nu is het 1, 2, 3, 4 etages. Want die waterbakken kun je makkelijk tellen als één volledige etage. De polyp voor maar slechts 5 euro. Waarom zeg ik slechts 5 euro? De andere attracties die we tot nu toe gezien hebben waren allemaal 6 euro. Exclusief de rock'n'roller die was 7 euro. En natuurlijk de high energy, heb ik even niet op gelet te boosten wat die kostte. Maar 5 euro voor de polyp vind ik een nette prijs.
maar wel de Seasternbaan. Dat is oké. Okay. Oké, dus is het. Hey, kom maar, aan die handen, ik verliep nog mee, kom maar. En ben je pluk en dan ineens een hele grote bus op het kermistrein. Ja, dit is ook België. Dat scheelt ook niet zo heel erg veel. Dit is blijkbaar een weg die gewoon nog open is voor het verkeer. Die gaat nou niet meer mee naar de kermis. Let maar op, mensen. Popcorn party. Hij lijkt een beetje op een breakdance, maar deze is toch net iets anders. En, hey, er is er eentje van gebouwd. En jij bent erbij, Bessie. Goeiedag daar. Allee, kom aan, supermachine, let's do it. Kom op! Go! Van Brugge. Ik moet zeggen, een hele mooie kermis. Ook wel bijzonder trouwens dat hier geen breakdance staat. Die stond die vroeger wel, die van Patrice Grij. En later die van Simon. We zijn natuurlijk verkocht naar Nederland naar de poort. Dus alleen de pop-up party staat hier. Aan de andere kant, pop-up party lijkt natuurlijk wel erg op een breakdance. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Ik heb in ieder geval wel genoten. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Of Patty dan maar bij is, dat weet ik niet. Ik hoop dat iemand zo goed klaar is met de kermissen. Ik hoop dat jullie er niet klaar mee zijn, dus ik hoop jullie de volgende keer weer te zien met een nieuwe video hier op Extreme Rides. Tot de volgende video, we zien elkaar weer bij Pretpark, Rodebaan, Kermis, weet ik van waar, zwembad. Oh ja. Yeah.